Professor Novaak is bij mij tijdens het onderzoek op zoek gegaan naar mijn C-spot. En wat is dat? Dat is mijn cultuurbepalende plek in mijn lijf. Dus waar alles samenkomt, waardoor ik kleine zenuwtjes perfect kan bepalen wat voor cultuur ik interessant vind in mijn leven. Mr. Novaak, if you are ready, I will introduce you now to the bekende Vlamingen, to detect the C-spot. Yes, thank you. Oh, I'm a humble nice colleague only, very pleased nice, to meet nice you. Nice to meet you. This is Roel van der Stucke, a very popular actor, and he also sings. This is Roos van Akker. Hello. Very Hello. Very Rose. Nice TV personality. Nice to meet yes, you. Yes, yes, let me see, let me see. She's a very healthy woman. Eerst dacht ik, je bent wel een misschien een vies ventje. Maar het moet echt, kleren moeten echt uit. Ja, dat is de bedoeling. Ik had toch wel een beetje schrik. En Roel wou mij niks vertellen, want die moest als eerste binnen. En professor Nova kwam net binnen met van die speciale handschoenen. Ja. Heb jij ook volledig moeten... Ik heb onvolledig. Allee, hij heeft eerst mijn tanden geteld. En... Ja. Dat is denk ik het gewone geluid bij verkrachting. Tot zover niks abnormaals. Die wil de betere organen van Roos straks in een bokaaltje zal weten aan te bieden. I don't know, hè? It's a bit weird, actually. But yeah. I'm very enthusiastic about yes, it. Ja, yeah, yeah, yeah. Yeah, me too. Thank you. Die valt samen met mijn geestpot. Wat heb ik gezegd? Ja. Wat heb ik gezegd? Ik moest mijn kleren uitdoen en heeft hij overal nappen op mij geplaatst. Ik kreeg ook zo'n helm op mijn kop, heel raar. En hij wikkelde mij in een soort doeken die roken naar een beetje pissig. Het is een beetje raar, maar het heeft wel zijn voordelen. Hè? Maar het voordeel dat mijn C-spot samenvalt met mijn G-spot is dat heel mijn lijf dat beleeft. Ik ben wel enthousiast, maar ik weet niet goed wat ik er mee moet. Ja, ik heb schrik dat ik het niet onder controle ga kunnen houden. Dat is het enige, maar ik vind het wel leuk. Ja, het heeft wel wat evenwerkingen bij je. Dus dan... Ja, maar het gaat allemaal rechtstreeks. Hè? Zou je het aanraden aan andere mensen? Zeer zeker. Pas op, je moet niet per se naar professor Novaak daarvoor. Je kunt gewoon naar cultuurweb.be surfen en dan een test invullen en dan weet je, tenzij je een speciaal geval bent, maar dan mag je mij altijd wel bellen. En dan breng ik jou in contact met professor Novaak. Dank je wel. Graag gedaan.